Big pike. Big pike. Come on. Big pike. Holy shit. Ja, een grote snoek. Ja, op een setje van 3 centimeter. Ik zit met 600ste, man. 600ste lijn. Ja. Ja, een grote snoek. Ik heb een wandering. Ik heb een wandering. Ja, die moet in elkaar. Nee, helemaal niet, want dat wil ik niet. Het is veel te groot. Ik heb een hengeltje van 2,5 gram. Oh my God. Moet je kijken hoe dat gaat, man. Hier heb je moet eens weer naar de kant komen. Als je het verkeerd schept, dan breekt het lijntje, hoor. Hij zit wel heel erg, waarschijnlijk in zijn hoek van zijn bek gehaakt. Godverdomme. Ik had het toen straks nog over tegen iemand van, laat je zien, waar nou niet zwemmen hier, hoor. Oeh, kijk uit, hoor. Laat je zien, waar niet zwemmen hier, hoor, want je bent hem kwijt. Nou, kijk wat jij wil, joh. Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb hem niet meer gezien. Nou ja, hij zit daar. Kijk. Ja, wat mooi. Ik heb het hele ding vanaf vanmorgen 9 uur ben ik aan het vissen. Ik denk dat ik een baars of 30 eruit gehaald heb. Een baars ook groter, 20 centimeter of zo. Maar ja, weet je, ik vis heel licht, hè. Ik heb vis micro. Want dat is een 4 grams hengeltje. En dit is een 2,5 gram hengeltje. Dus kijk, dat komt. Ja, nou ook met dieren is niet zo leuk, geen pretje, hoor. Ja, mooi, hè? Wauw, dat is wel mooi, hoor. Dat kost niet. Nee, niet doen, hoor, niet doen. Dit is nog niet een PR op deze hengel. 96 centimeter was mijn PR op deze hengel. Maar wel met een andere lijn, dus dit lijntje is heel erg dun. Nee, niet bij die boom, niet bij die boom. Terug. Oh, die is wel mooi. Hoe kan ik het? Ah, weet ik. Probeer hem maar. Nee. Hij heeft er nog geen zin in. Het zit echt voor in zijn bek, hè. Scheppen, trekken. Nee. Hij zit heel erg mooi gehaakt. Zal ik het even proberen met mijn ding? Ja. Jij bent perfect. Ja, ik speel ook niet zeggen. Nou, waar nou gaat hij nou dus helemaal de verkeerde kant op? Moet hij korter? Ja, hij moet zo korter. Maar hij zit nou onder mijn boom en dat vind ik eng. Onder die boom? Ja, dat vind ik eng. En als het liefst gaat van mijn hengel. Maar je schep moet korter. Ja. Kom on, gully. Kom on, girl. This way. Kom on, girl. You can do it. Kom on. Kijk, en dit is dus het ultralight vissen, dat je zo rustig en moet blijven. Want anders verlies je het. You son of a bitch! Het nadeel is gewoon, je trekt zo'n beetje zo uit elkaar, hè? Ja. Nou, hij springt er gewoon uit! Ja.
centimeter 60 is hier. Hij is zo mokerzwaar. Ja, hij is groot hoor. Nou, hij is sterk, want hij krijgt het voor elkaar om eruit te springen uit mijn net. Mijn net is niet diep genoeg nu. Nee. Dan gaan we helemaal heen, joh. Kom terug. Had ik je godverdomme helemaal bij de kant en dan ben je weer helemaal weg. Hij is geen 60 centimeter. Nee, hij is geen 60. We gaan even naar het kantje toe. Mag je hem eventjes een foto maken voor me? Nou, dat gaan we zo over doen. Mooi. Dankjewel. Ja, geweldig. Nog één? Ja. Goed, jullie mensen, hoort je. Nou, dan weet ik ook waarom ik net helemaal geen baas ving. Ja. Nee, je moet hier blijven. Je bent nog niet klaar. Kom op. Oh, je gaat al. Oh. Nee, kom hier. Ah, daar gaat ze. Kijk, ze plak, plak weg is ze. Jezus. Hey, dankjewel man. Mooi. Nou, jij hebt ook wat te vertellen. Godverdomme. Jezus, hé. Hey.